kwam hem altijd tegen. Ja, nou niet meer. Ja, je hoort het toch bij ons hier in Eindhoven. Zeg het is Jezus, de vrucht van uw schouw. Heilige Maria, moeder van God. Hij was bij bepaalde winkeliers, waar ik mij dus ook al voor kan stellen, niet zo geliefd. Hè? Als ik zelf een eigen zaak zou hebben en hij stond dan het geloof te verkondigen van mijn deur. Ik denk dat ook niet zo. Maar verder, ze zaten me geen kwaad in hem. Nou, het is toch gewoon een sfeermaker of zo. Hij hoort echt bij de stad en het is gewoon jammer dat we hem nu niet meer zullen horen hier. En het hoorde echt bij Eindhoven. Normaal hoor je hem altijd, al zie je hem waarschijnlijk niet. Maar je hoort hem in ieder geval altijd wel schreeuwen over dingetjes. En dat ga je waarschijnlijk wel missen, ja. Ik vond het wel een sympathieke man. Hij ontmoette bij ons mensen en zo, we hadden niet echt heel veel last van. Maar de mensen meer hier, die waren er niet zo voor, denk ik. Maar op zich, het is wel een verlies, want we zullen hem wel missen. Voor die man misschien, omdat hij heel erg ziek was, is misschien beter. Hè? Ze hebben afgelopen zaterdag, hebben ze dus hier een erehaar gehouden voor hem. Dus dat is toch wel snel gegaan. Maar ja, hij heeft altijd gezegd, ik heb het eeuwige leven. Iedereen gaat hemelen, ook hij. Hè? Zou hij zelf ook zeggen. Ik denk zeker hemel. Ik denk dat hij wel daarin gelooft. En ik hoop ook echt wel dat hij daar is. Ja, zeker. Maar echt missen, ja, dat is een groot woord. Maar hij hoorde gewoon wel bij ons. Ja.